Hey, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video. Hier op mijn kanaal is Chester. Vandaag, zoals ik in de titel al had gezegd, ga ik praten over de nieuwe Call of Duty die dit jaar uit gaat komen. Want ik zat dit weekend eventjes na te denken van wat als de Call of Duty die dit jaar uitkomt door Infinity Ward een flop wordt. Wat gaat er dan gebeuren met de YouTube community van Call of Duty? Dus de Call of Duty community. Stel dat uit. Gaan we met z'n allen terug naar andere Call of Duty? Dus ik weet het niet, dus daarom wil ik daar vandaag even met jullie over gaan praten. Want ik heb dit jaar best wel veel vertrouwen in Infinity Ward. Waarom? Omdat ik vond Ghost zelf niet heel erg verkeerd. Alleen de maps die waren ja niet echt mijn favoriet of zo. En de wapens vond ik ook niet echt chill of zo. Er waren wel een paar goede wapens, namelijk de Emter, de Honey Badger en de Remington. Vond ik. En de Vector ging nog wel, maar voor de rest was het ook niet heel erg veel bijzonder. En net zoals je nu kijkt in Call of Duty Black Ops 3 zijn er een paar wapens die echt sterk zijn. Zoals de Kuda, de VMP en de Manowar. En de rest is ook wat minder. Dus er zijn altijd wel in de Call of Duty wapens die wat beter zijn dan andere wapens. Waardoor die natuurlijk ook gebruikt worden. Zoals in het begin van Black Ops 3 de Vespa heel erg goed. Waardoor iedereen die ook gebruikt natuurlijk met extended mags en grip. Dan meld je er gewoon iedereen neer. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Ik ga het hebben over dat als deze Call of Duty van dit jaar een flop wordt, wat er dan gaat gebeuren. Gaan we dan met z'n allen nog een jaar Call of Duty Black Ops 3 spelen? Ik denk het niet, want je ziet nou al op Twitter, op YouTube, overal dat mensen Black Ops 3 niet een goede game vinden. Mijn mening is heel anders. Ik vind Black Ops 3 gewoon een prima spel om te spelen. Zoals je natuurlijk ziet, elke video is wel Black Ops 3. Behalve dan zulke video's, dit of een vlog bijvoorbeeld. Maar geen andere Call of Duty. Als je het gaat vergelijken met Black Ops 2... is Black Ops 2 iets beter dan Black Ops 3, gewoon qua hele game. Maar als de Call of Duty van dit jaar slecht gaat worden, durf ik bijna wel met 100% zeker te zeggen dat niet iedereen Black Ops 3 nog een jaar gaat spelen. Ik denk dan dat heel de Call of Duty community gewoon dood is, gewoon over. Er zullen nog wel een paar mensen blijven spelen. Ik blijf gewoon sowieso de Call of Duty spelen. Ik denk dat er sowieso nog wel een andere paar mensen zijn die het gaan spelen. Ik weet genoeg mensen die dat gaan doen natuurlijk, maar ook genoeg mensen gaan dat niet doen. Laat even in de comments achter wat jij gaat doen als deze Call of Duty van dit jaar dat uitkomt door Infinity Ward een flop gaat worden. Ga je dan nog een jaar Black Ops 3 spelen of ga je dan misschien wel een heel ander spel spelen of ga je weer terug naar Black Ops 2? Want wat je denk ook dit jaar gaat krijgen is dat de game die dit jaar uitkomt niet meer op de PlayStation 3 en Xbox 360 uitgekomen. Dus alleen maar voor de next gen. En zo laat Call of Duty, dus Activision et cetera natuurlijk, gewoon weer een stuk mensen afvallen. Want nu heb je natuurlijk op de next gen, heb je misschien hoeveel miljoenen spellen van Black Ops of kopies van Black Ops 3 zijn er verkocht. Misschien 20 miljoen of zo, ik heb geen idee hoeveel er verkocht zijn. Maar de mensen die dan op een oudere console spelen, dus op de old gen, kunnen dan niet meer spelen. Dus dat zijn misschien al, nou, laten we zeggen 100.000 mensen, ik denk wel iets meer, maar laten we even 100.000 mensen zeggen die dan al geen Call of Duty meer kunnen spelen. Omdat ze misschien niet het geld hebben voor een PlayStation 4, maar dan nog wel net het geld hebben om een game te kopen zoals Call of Duty. Ik weet het niet, weet je. Dus je hebt gewoon eigenlijk geen keuze om over te stappen dit jaar op Next Gen. Want zoals je ziet, Black Ops 3 ziet er al niet uit op de PlayStation 3. Daar ben ik het gewoon mee eens. Ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar het Minecraft ziet er nog beter uit. Die game heeft Treyarch zelf ook niet gemaakt. Die hebben ze laten maken door een of ander bedrijf die ook andere spellen maakt. Maar Call of Duty Ghosts op de PlayStation 3 ziet er nog beter uit dan Call of Duty Black Ops 3. Terwijl Call of Duty Black Ops 3 twee jaar langer de tijd heeft gehad om te developen. Dus tja, dat zegt wel wat over het bedrijf. Maar hierbij ga ik de video afsluiten. Laat in de comments achter wat jij gaat doen als de Call of Duty van dit jaar kut gaat worden. Ga je dan nog een jaar Black Ops 3 spelen of stop je gewoon definitief met Call of Duty? Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. Laat je blauwe duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie morgen bij weer een nieuwe video. Zoals ik al zeg, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!